Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre seule. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog op dit kanaal. Mijn naam is Rune. Hopelijk vonden jullie de dag 3 vlog van Londen onwijs leuk. Heb je die nog niet gezien? Klik dan even op het kaartje dat nu in beeld zal komen. Kan je die vlog ook meteen kijken. Daar zit ook mijn hele dag van gisteren in. Dus dat is ook altijd leuk om te bekijken. Maar misschien heb je het al wel gezien aan de titel. Vandaag is het release day van Supreme, wat betekent dat er onwijs veel volk gaat komen naar Soho. Dus we gaan eens even kijken hoe het er daar aan toe gaat. En het is heel erg raar aanschuiven. Je hebt zeg maar 3 delen waar je moet aansluiten, want je hebt een tijdslot gekregen. Dat is het uur dat je binnen mag. Je moest je daarvoor inschrijven online. Best wel druk. En hier achter mij staan ook allemaal mensen die wat hebben gekocht. We gaan ze biedt ook eens naar het parkje kijken. Daar zijn we als reseller. Dus nu even kijken hoe het er nu aan toe gaat bij Supreme. Waar ze allemaal na de aankoop terugkomen. En ze staan dan vooral daar, zo dat groepje. En eigenlijk gewoon bijna overal hier in het parkje. Ook daar staat een jongen. Hier gaan ze het allemaal resellen. Dus hier gaan ze echt terug money maken. Dus we gaan eens kijken hoe het er hier aan toe gaat. Geez Army, what's your name? Runa. Runa. Yes. Sick. From Belgium, the legend out here in London at Supreme Drop Week 1. Just picked up this hoodie and excuse the legend, make sure you subscribe. Smash a like on the video. How old are you? We actually have someone go to. How old are you? I'm 11 years old. 11 years old, mate. Big YouTuber, Geez Army. Also subscribe on him. Legend, mate. Staat, ja, ik denk die vrouw staat er nu voor met haar rolstopje. Dat was dus Ari Petrou. Ari Petrou heeft ontzettend veel abonnees op YouTube. Hij is ook zelf een Supreme Collector. Ik weet niet hoeveel abonnees hij heeft, maar het zal nu even in beeld komen. Zoveel abonnees heeft hij dus. En het was echt even heel leuk om heel even met hem te kunnen praten. Dus mijn dag is zeker alweer gemaakt. Ik heb Ari Petrou ontmoet. Ik heb net 2 shirts gekocht hier in het park. Dit is de eerste. Het is de Supreme Queen shirt. En dan heb je ook nog deze, de New Shit. En deze achterkant. Hier wel in het resellparkje tegen resellprijs. Maar best wel een oké prijsje voor 2 shirts. Ik ben hier nog steeds aan het wachten in het park tot er wat meer mensen komen. Dat is ongeveer over een half uurtje. Maar dan zijn de meeste dan hebben er al heel veel mensen iets gekocht. Dus dan komen ze naar hier om het te resellen. Maar hier zijn ook heel erg veel coole schoenen. Zoals hier achter mij en daar ook. Dus daar gaan we ook eens eventjes naar kijken.
Is dat het dus ook gewoon een normaal park is waar 's middags ook heel veel mensen komen eten. Dus het is niet alleen een resellpark, maar ook een lekker gezellig parkje met een oude kerk. Ik heb net bij die gast daar, erg leuke gast om zaken mee te doen, dit bord gekocht. Het is het nieuwe bannerbord voor mijn aangenaam prijsje, vond ik erg blij mee. Maar zeker een fijne gast om zaken mee te doen. We are here in the resale park with a Supreme Collector. And what is your most big thing you got from Supreme? Big question. So the largest piece I've ever had is the Remoa 32 liters red Supreme case, the one that released in the Remoa store and in the Supreme store. I bought it online. I think I resold it for £3,000. I made a lot of money on that piece. That's a lot of money. Also, I was at Supreme Louis Vuitton. I had the Supreme baseball jersey. I've been doing this Supreme stuff for a long time. Me, myself, I'm also a YouTuber. So I understand the struggle. So today is, what day is it? Week zero, week one in London Supreme. The park is crazy. Yes. Everyone's doing their business. And what is the shoe you want to get? What is your grail? Okay, my grail, I have a lot of good shoes. I'm a big sneaker collector. I have already the offer at Chicago's and stuff. So. Alhamdulillah, I've been very blessed in this game. If there's a shoe that I really want and I don't have, maybe it's the Fragment Jordan 1 or the Jordan 1 Off-White NRG, the white pair. Also, I really like the Pata Air Max 95, the OG one with the white fur. Thank you. Thank you. Did you say your YouTube channel? Oh, my YouTube channel, if you guys are interested, is MubMub, M-U-B. M-O-H. I come here every week and try to get content for you, interview people and show what's dropped. Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour. T-shirt gekocht. Het is jammer genoeg wel in een medium, maar ja, dan kan die weer bij de collectie. En het is met gewoon Supreme bovenaan en dan pastoors die half aan het zweven zijn, denk ik. Maar wel een erg coole typus. Ik ben nu aan het stappen naar de check-in balie. We weten nog niet of die open is. Hopelijk wel, want we moeten natuurlijk inchecken. Dat betekent dus dat we er zeker zijn. Maar alle controles moeten ook nog gebeuren. Zodat we, onze pas moet nog gecontroleerd worden. En alle onze bagage. Dus ja, nog wel een klein half uurtje werk. Dus we gaan nu naar de check-in balie stappen. Want daarna moeten we ook nog iets van een 2 uur, 2 uur en een half met de trein naar huis. En dan nog een klein uurtje rijden naar huis. Want onze trein die stopt in Brussel. En dan moeten we nog eventjes rijden. Maar dan gaan we nu eens beginnen met interchecken. Een beetje slecht nieuws gekregen, want onze trein die heeft 16 minuten vertraging. Normaal zouden we kunnen vertrekken om 4 na 6. Dan mochten we tenminste opstappen. En dan kan je rond 20 na 6 vertrekken als iedereen erop zit. Maar nu kunnen we dus pas, ik denk rond 6:30 vertrekken. Dus dat is ook weer later thuis.
ja, dan wordt het steeds later en later. En dan hebben we misschien nog bijvoorbeeld vertraging omdat we één keer stoppen in Lille. Dat staat ook allemaal daar op dat bord. Ja, je kan dat niet zo goed zien, want die wil niet scherp stellen. Maar ja, een beetje heel aan de tand, want nu moeten we dus nog later. En ik ben al moe en ik kan echt niet slapen op de trein. Dus dan moet ik nog langer wachten om te kunnen slapen. Het is nu 10:40 en ja, ik kan het hier wel ook zien. Mijn mouwballen die zijn echt mega gewoon. Ik ben super moe. Ik heb mezelf even op de zetel gelegd, maar ik ga zo dadelijk lekker in mijn eigen bedje om te kunnen slapen. Ik ben zo moe. Mijn ogen vallen ook echt bijna dicht. Maar ik moest de video nog afsluiten. Dus vond je deze video nou leuk? Klik dan zeker even op het blauw duimpje omhoog. Klik dan zeker ook even op de abonneerknop. Dat kan je hieronder doen. Als ik deze video opneem, zitten we op de 973 abonnees. Dus het zou super vet zijn als we in september of misschien al in augustus de 1000 abonnees kunnen halen. Dat zou me zo blij maken. Dus ga allemaal zeker even abonneren. Volg me zeker ook nog even op mijn social media. Dat kan je hieronder zo doen. Daar komen ook nog bijvoorbeeld de winactie van de 1000 abonnees. En ook leuke weetjes rondom YouTube. Wanneer er bijvoorbeeld een extra video aankomt. Dus dat is ook altijd handig om te weten. En dan zeg ik zoals altijd, kijken is liken en liken is subscriben. Ik zie jullie graag terug bij de volgende video. Thank you.